Nee, ja, ik zeg het, het houd ik je op. Ik heb het houd een keer opgenoemd. Maar dat is geen belofte. Dat is een algemene waarheid. Alles houd ik hier op, waar je aan begint en waar je mee bezig bent. Dus, maar ik weet echt helemaal niet waarom ik die titel gebruikt heb. Hoor. Maar wat maakt het dat je het nog steeds doet? Je hebt hier best wel een tijd natuurlijk even aan gewerkt. Ook vanwege corona heeft het allemaal even stilgelegen. Ja. Je hebt ook wat gezondheidsproblemen gekend. Ja. Wil je delen wat dat was? Of? Ja, dat was tamelijk ingrijpend. Een strook. En maar ik gebruik het Nederlandse woord niet omdat ik dat zo plastisch vind. Daar zie je het meteen voor je. Dus misschien weet iedereen wel wat dat betekent. Ja, dan zullen wij het ook niet benoemen als je dat vervelend vindt. Ben ik geopereerd en toen heb ik een jaar lang echt flink last gehad. Ja. En dan zou je ook kunnen zeggen van, nou, ik ga lekker genieten van mijn oude dag nu ik weer een beetje fitter ben. Maakt dat je toch op je leeftijd nog steeds die plank op wil? Ja, het houdt een keer op. Daar heb ik hem al mee getry-out. Aan het begin van de coronacrisis. Dus ook voordat ik ziek werd. Maar ik had 2020 try-outs en ik wist dat het echt een goed programma is. Daar komt nog bij dat ik eigenlijk mijn hele leven heb ik optreden niet zo leuk gevonden. Ik heb het zwaar gevonden. En, dat is een beetje onhandig als je zo lang op de plank staat. Precies. Maar bijvoorbeeld, in de tijd met Martin van Dijk begon ik het leuk te vinden. En nu ik ouder geworden ben, ik heb een paar programma's gedaan. Ik vind het heerlijk.